Breda Nu. Je weet het meteen. Meneer, u gaat naar bier en ballen. Wat verwacht u van vanmiddag? Veel gezelligheid, bier, ballen, leuke sketches, goede muziek. Ja, wat voor ballen? Voetballen, gehaktballen, lingoballen, weet ik het. Nou, een beetje voetbal en een beetje gehaktballen van Gouwmans. Dat moet altijd wel goed smaken. Bier, ballen en voetbalanekdotes. Het ideale recept voor een gezellige voetbalavond. Voor de 10e keer werd het evenement Bier en Ballen georganiseerd door Sjoerd Mossou en Chris van Nijnatten. Voor deze jubileumeditie werd groots uitgepakt met een XL-festival onder de watertoren bij het Wilhelminapark. Bier en Ballen, waarom de locatie bij Kasparov? Dit vonden wij een historische plek. We wilden in de buurt van de binnenstad zitten. Met een goed decor, wat er al heel lang staat. Nou, dat is die toren. En daarom zijn we hier. En volgende keer weer op een andere plaats. Ja, dat is de Bommel, toch? Ja, normaal doen we de Bommel en dat blijven we ook doen. De Bommel is de perfecte plek voor dit feestje. Alleen omdat het de 10e keer was, dachten we doen het 1 keer wat groter en 1 keer iets anders. En daar was deze plek perfect voor geschikt. Maar de Bommel zal altijd de basis blijven. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hoeveelste keer is dit van u? Het is voor mij de eerste keer. En hoe bent u met Bier en Ballen in contact gekomen? Ja, ik had er al vaker van gehoord en me voorgenomen om te gaan, maar ik was eigenlijk te laat mijn kaart halen. En dan had ik een goede vriend die dat voor mij gedaan heeft. Dus... Wij gaan hem even testen. Dank u wel. Goeie ballenknie. Mevrouw, wat vindt u van de gehaktballen hier? Het is heerlijk. Ik ben helemaal weg van bier en ballen. En ik ben met name weg van voetballen. U als vrouw? Ja. Ik heb zelf een seizoenkaart bij NAC. De 10e keer voor jou? 8e denk ik. En wat maakt het zo speciaal voor jou? Nou, ik vind het een heel leuk concept. En de rode draad is denk ik stiekem toch altijd NAC. En de mensen die het organiseren ken ik goed, dus ik kan er wel heel erg van genieten. En het bier drinken ben je ook wel goed in? Ik lust ook een pilsje, dat klopt. Maar ik vind het vooral leuk, het weerzien met bekenden en de leuke verhalen. En mooi concept. Ja, daar zijn ze goed in bij NAC. Ja, absoluut. Ja. Vandaag ook gehoord dat er weer gelijk 3 nieuwe spelers zijn binnengekomen vanuit Manchester City. Las ik net. Tevreden mee? Ja, zeker. Je kunt merken dat Manchester City ons heel graag wil helpen. Om de juiste spelers te krijgen en om ons te kunnen handhaven in de Eredivisie. Dus wij zijn er heel blij mee. Ja. Ik kreeg een telefoontje van Sjoerd Mossou. Hij zei, waarom kom je niet naar Breda toe? Ik organiseer met Chris van Nijnatten een voetbalshow genaamd Bier en Ballen. Ja, Mulder leest voor en ik ouwe hoer. Samen met Chris, met Ronald de Boer. Het is in de Bommel en het zit altijd... Hey, hoppakee. 8-4. 8-4. Voor u. Ik vroeg of u het wel in uw eentje aan kon. Ik kan het in mijn eentje aan. Wil je meehelpen? Het is niet nodig. Kijk eens, 8-4. Heb je versterking nodig dan? Ik heb geen versterking nodig, nee. Ik zou hun maar even op de camera zetten. Team 2. Jullie kunnen niet met z'n twee aan. Wat zijn jullie voor ons? FC Knudden. Ja, nee, het gaat niet goed zo. We hebben toch een probleem met de opstelling. We willen eigenlijk een andere opstelling spelen, maar dat gaat heel moeilijk. Ben je al vaker aangezien voor de broer van Tarola? Ja, dat gebeurt me wel eens, ja. Ja. Ja, ik bedoel hier? Hier, ja, maar vooral in het stadion bij NAC. Vertel eens meer. Ja, dan roepen ze Jelle. En dan zeg ik altijd, ja, dat is mijn neef. Jelle, waarom sta jij niet op het podium vanmiddag? Omdat dat niks voor Jelle is. Ja, dat is gewoon een slap antwoord. Waarom is het niks voor Jelle? Nou ja, ik zou liever in die tent en in mijn vrije tijd lekker een biertje drinken. En ik ben niet gevraagd, dus daarom sta ik niet op het podium. Maar ik vind het vooral leuk om al die leuke en interessante verhalen te horen. Of je kunt gewoon niet slap lullen? Nou, ik kan zeker slap lullen. Dat gaat mij wel goed af. Nou, we gaan eens even tappen.
Oh, hij is helemaal mislukt. Ik heb meer karnemelk dan. Hij is heel talent. Ja. Pak er even een nieuwe. Ja, precies. Ja, twee dingen meer. Nou, proost en dankjewel. Mensen, dit was Bier en Ballen. Bedankt voor het kijken. En proost. Breda Nu. Je weet het meteen.